Buddy. Hallo mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En het is vandaag eindelijk zover, tenminste waar een hoop van jullie op hebben gewacht. En waar ik ook super veel vragen over binnenkreeg. En dat is namelijk wanneer ik weer een vuurwerkvideo ging maken. En vandaag is het zover en we beginnen gelijk goed, want we gaan vandaag naar Zena Vuurwerk in België. En we gaan vandaag naar Maaseik toe. Ik ben zelf al in Olen geweest en in Baarle, maar nog nooit in Maaseik. Dus ik ben super benieuwd hoe het er daar allemaal uitziet. En we gaan natuurlijk ook gelijk wat vuurwerk meenemen, zodat ik voor de komende tijd ook wat vuurwerkvideo's nog op kan nemen. En ze hebben daar ook een uitgebreid assortiment aan categorie 1 vuurwerk. Plus ik vind de rookbommen daar echt te gek. Dus jongens, ik zou zeggen laten we gaan en dan neem ik jullie mee. We zijn aangekomen zoals jullie zien. We zijn echt een paar uur onderweg geweest, maar we zijn er eindelijk. Het is ook aardig koud buiten, maar we gaan lekker naar binnen en dan gaan we eens even kijken. Oh wauw, het ziet er wel echt heel vet uit. Het is ook heel anders dan in Olen. Het is ook lekker rustig. Dus dat scheelt ook een hoop. Het staat ook super leuk uitgestald allemaal. Het eerste wat me voor de rest ook opviel is dat hier natuurlijk allemaal smokebommen liggen. Die wil ik eigenlijk allemaal van elk kleurtje sowieso eentje meenemen. En hier hebben ze ook allemaal Romeinse kaarsen. Die heb ik nog niet eerder gezien, dus ik ben er wel echt heel nieuwsgierig naar. Je hebt Zena Silvertails en ook in het goud. Met 8 schoten, gouden en zilveren staarten. Afhankelijk natuurlijk van welke je neemt. En hier heb je allemaal Bengaalse kaarsen nog. Dit ziet er ook echt heel vet uit. Moet je kijken. Dit hebben ze wel echt vet gehangen. Hier hangen ook allemaal dummies. Stel je voor dat die echt zouden zijn. Een beetje groot. Nog wat cakes. Nou, we hebben al een rondje door de winkel gelopen. En het eerste wat eigenlijk opvalt is dat het echt heel anders uitgestald is dan in bijvoorbeeld Olen of in Baarle. Hier kan je gewoon echt door de hele winkel lopen en zelf gewoon overal naar kijken. En gewoon, ja, ik vind het echt heel vet hier eruit zien. Even een boekje pakken, want we gaan natuurlijk het vuurwerk uitzoeken. Oh, die smokeballetjes, die had ik vorig jaar voor het eerst. Die vond ik ook wel echt nice. En hier staan ook de wat grotere cakeboxen van Funke. Er zijn 16 schoten en dan allemaal verschillende schietrichtingen gaat hij op. We waren zo lang bezig met het vuurwerk uit te zoeken dat ja, eigenlijk de winkel gesloten is, maar wij mochten nog eventjes langer blijven. En we hebben eigenlijk nog de hele winkel nog eventjes doorgelopen. En nog even alle cakeboxen even doorgenomen, nog even gekeken. En we hebben ook nog een paar van de nieuwe lijn erop gezet. Want ja, het is natuurlijk ook vet om eventjes uit te testen. Wil je nog wat zeggen? Ja, ik zat eventjes in het boek te kijken. Want wij natuurlijk ook in 2018 bij de Zena Trophy waren. We waren vorig jaar ook, maar ik heb ons er niet in gezien.
We lopen nu dus buiten, want we gaan nu dus het vuurwerk dat we hebben uitgezocht er eventjes bij pakken. Hier zijn ook alle bunkers en daar ligt natuurlijk al het vuurwerk ook in. Nou jongens, dit is al het vuurwerk dat wij hebben. En dan gaan we er eventjes langzaam doorheen. Deze aanstekers zijn trouwens nieuw. En die zien er wel echt vet uit. Dan deze, die heb ik ook nog niet eerder gezien. Die zijn van Funke. Dus die wil ik ook wel snel even uittesten. Nou, discoflesjes. Rookbommen natuurlijk, wat ik al zei. Die konden natuurlijk niet vergeten. Natuurlijk ook wat cake staan. Deze fonteintjes zijn ook nieuw. 10 stuks. Dus die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Deze fonteintjes die kan je ook gewoon het hele jaar door afsteken. Dus die neem ik zeker weten ook mee. Knettertonnetjes. Deze heb ik ook eigenlijk altijd elk jaar. En heel wat cakes. En vorig jaar hadden we ook van dit merk Luipaars. Hadden we een cake. En er, ja, die was eigenlijk zo mooi dat we nu ook wat kleinere cakes en ook nog wat grotere cakes daarvan hier tussen hebben staan. En ja, de smokeballetjes, de sizzling ears, en die maken echt een gigantisch hard geluid. Dit is ook weer nieuw en dat zijn die Romeinse kaarsen met zilveren en gouden staarten. En dit pakketje heb ik ook genomen omdat, ja, omdat ik het altijd leuk vind van die fun autootjes en dingetjes. Dus ja, eigenlijk heb ik het pakketje voor dat tankje genomen. En we hebben hier ook nog wat Funke dozen staan, wat boxen. Dus ja, dat is aardig wat. Het is wel eigenlijk al wel een hele mooie collectie. Wij zijn weer thuis vanuit België en ik vond het erg leuk om een keer naar een ander filiaal te gaan dan waar wij normaal gesproken altijd naartoe gaan. En het viel me ook op dat ze echt een hoop nieuwe producten hadden liggen, een hoop nieuwe producten in het assortiment en ook vooral van Zena zelf. En daar hebben we ook heel wat van meegenomen, dus dat kunnen jullie ook zeker in de aankomende video's gaan verwachten die eraan gaan komen. En ik heb ook van de nieuwe merchandise van Zena wat items hier wat ik ook graag aan jullie wil laten zien. De doos alleen ziet er ook al wel vet uit. Je hebt verschillende dozen. En ik heb dan een beanie in deze kleur. Want ik vind het zelf wel een leuk kleurtje. Een t-shirt in het grijs met een Flash logo. En een trui in het groen met een Flash logo. En ja, ik vind het zelf wel een heel leuk... Hoi Stels. Ik vind het zelf een heel leuk kleurtje. En je hebt die natuurlijk in allemaal verschillende kleuren. En ook andere modellen truien. Ik heb de beanie eventjes opgedaan en normaal gesproken draag ik eigenlijk nooit mutsen. Heel af en toe wel een petje als mijn haar echt niet goed zit of als ik gewoon eventjes naar buiten ga naar het bos. Maar ja, voor, zeker voor als het wat kouder is, is dit wel echt handig. En wat ik vooral vet vind is dat ze hier het Zena logo op gestikt hebben. En hier als je goed kijkt zie je ook de Flash. Dus dat echt gewoon dat bliksemschichtje, dat is ook gewoon vet. Dus dan zou je in principe ook gewoon ja, andersom kunnen dragen. Maar ik vind hem op zich wel nice. En omdat we altijd elke video nog wat vuurwerk af gaan steken, wil ik nog eventjes deze fonteintjes buiten af gaan steken. Dus ik ga even naar buiten en dan... ben ik benieuwd hoe ze het doen.
dat eindeffect was wel nice. Maar dan ga ik wel weer deze video afsluiten. En als jullie het nou leuk vonden, beloon ik dan zeker ook met een duimpje omhoog. En jullie kunnen in ieder geval weer een hoop vuurwerkvideo's verwachten. Er is in ieder geval weer een hoop categorie 1 vuurwerk in huis. Wat ik gehaald heb voor vuurwerkvideo's. Dus jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!